Over het thema vriendschap gesproken. Ik sta hier met mijn drie vriendinnen. En wat gaan we doen vandaag? Wat gaan we doen vandaag? Vandaag zijn de beleefdagen in Leiden voor iedereen die binnen Cerenlo woont. In de regio Zuid-Holland Noord en Noordwijk. Oké, en hebben we er allemaal zin in? Heel veel zin in. We hebben een heel leuk thema, vriendschap. Dus dat is mooi. En alle workshops zijn dan ook in het thema vriendschap of hebben die ook een bepaalde... Sommige wel, maar het is ook leuke creatieve workshops. Ik zie daar al een aantal mannen aan het rugbyen is een workshop bijvoorbeeld. Maar je kan ook lekker koeken bakken en je kan ook kijken hoe je je hoofd leger kan maken. Dus heel veel voor iedereen wat wils. Koeken bakken, hou je daarvan? Zeker, dus dan ga ik zeker even kijken en misschien ook wel wat proeven. Nou, u hoort het. We gaan er een leuk filmpje van maken. We schakelen over naar Henk. Kijk eens, wie komen we hier tegen? We zien hier Hugo. Hallo. Goedemorgen. Ben je aan het verhuizen? Of, Nee. Wij gaan de cliënt op de gouden lijst zetten. Foto in de gouden lijst. En wat gaat ermee gebeuren? Nou, de cliënten krijgen de foto mee als ze naar huis gaan. Mag ik ook op de foto? Jij mag ook op de foto. We gaan eens even kijken of, of ik Hedde kan vinden, want die moet ook aan het werk. Ga je mee? Het thema dit jaar is vriendschap. En ik ben wel benieuwd wat Fleur en Sabine onder vriendschap verstaan. Nou, dankjewel. Dat is een mooi thema. Vriendschap. Vriendschap voor mij zijn mensen die om mij heen belangrijk zijn en met wie ik dingen kan delen. Dus liefde, maar ook moeilijke dingen. Dus mensen die heel belangrijk voor je zijn, maar ook vooral waar je leuke dingen mee kan doen. Voor mij geldt dat eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat het heel fijn is als je een groep mensen om je heen hebt waar je gezellig mee kan zijn. En die er ook voor je kunnen zijn als het nodig is. En waar jij ook iets kan betekenen als iemand anders iets nodig heeft. Maar wat ik ook wel belangrijk vind is dat je ook heel veel vriendschap kan krijgen van een dier. Zoals bijvoorbeeld ik vanmorgen al cavia's heb binnen zien komen en een hond. En ik heb zelf ook een hond, Jona. En dat is ook best wel een hele grote vriend van mij. Goed, we gaan niet langer praten. Jullie gaan zo meteen naar de workshops toe. En wij wensen jullie een hele fijne dag. Nou, ik sta hier naast Zandvoort. Vol in het hoofd. Ja, ik vergis me ook wel eens. En over vol gesproken, het loopt hier langzaam vol. En ik ben wel heel benieuwd wat ze nou bedoelen met vol in het hoofd. Want, ja. Welkom bij de workshop. En Anouk, die gaat jullie welkom heten. Dus ik wacht even. Welkom allemaal bij Volhoofd. En ik ben Anouk Verhagen en ik help met Dastri. Ja. Fijn dat jullie er zijn en het gaat vooral in, over vol in het hoofd. Dat heb ik toen met stress ook gedaan. Ja. Voor mij in Warmond, toch? Ja, in Warmond. Ja. En weet je toen nog wat we gedaan hebben? Hoe heette dat ook alweer? En wat toen hebben we gezegd? En als het nu klaar is, dan gaan we het uitspreken. Toen hebben we gezegd, je kan bewegen. Hè, want er zitten heel veel dingen in je hoofd. Je kan bewegen om te zorgen dat het leeg is. Je kan eventueel even naar je kamer gaan. Ja, even. We gaan jullie dus allemaal op, niet vol is. Oh ja, nog een keer. Ja, beste kijkers, we gaan nu portret schilderen. Nou, is mijn naam geen Rembrandt de Jong. Ik heb echt nul talent. Dus ik ga even kijken of ik dat kan ontwikkelen. Gaan jullie mee? Kom, gaan even kijken. Nou, je wordt heel, heel erg hard gewerkt. En ik zie al hele mooie resultaten. Dit zijn echt talenten hier hoor. Wat ziet dat er mooi uit? Oh, sorry. Wat ziet dat er geweldig uit? Maar hoe doe je dat nou? Zo, met potlood. En dan kijk je in die spiegel. Ja, deze. Oh, kijk eens. Ja. En kijk je nou ook in, ben je ook dan met die spiegel dan bezig? Of doe je het helemaal op eigen gevoel? Alleen maar mijn eigen bekijken. Ja, oké, niet om na te maken. Nee. Maar het wordt wel weer prachtig kunstwerk. Ik heb mijn schaap getekend. Ik ben door de Heer God en de Heer Jezus geschapen. Ja, nou dan kun je inderdaad een schaapje schilderen. Ja. Hé, wat mooi.
Nou, hartstikke mooi. Ik ben benieuwd hoe het wordt. Ja, ja. We zien hem alweer bij de passepartout hangen. Je hebt meters gemaakt. Je bent nu al aan het schilderen. Ja. Dat doe je ook snel. Ja. Maar heb je nou eerst met potlood opgezet? Ja. En dan schilder je het helemaal in. Ja. Geweldig. Komt het ook op Bergsjournaal? We maken een rapportage voor de hele beleefdagen. Ja. En dat zenden we uit op Bergsjournaal. Oh. Nou, hier wordt dus heel hard gewerkt en geconcentreerd gewerkt. En nou, allemaal Rembrandts in spe. We gaan even verder kijken, want ik hoor een hoop lawaai naast. Dus ik ga even kijken wat er met Hedde gebeurd is. Ga je mee? Ik zou het op dit moment wel heel leuk vinden om voorgelezen te worden. En kijk eens wat hier staat. Voorlezen en herfst. Dus ik loop gewoon naar binnen. En dan... Ja, ik heb toch wel weer een beetje zin en een beetje actie hoor. Dat zingen is leuk van Hedde en hij deed ook fantastisch mee. Echt een natuurtalent. Maar na schilderen, lezen, vol in je hoofd, een beetje actie. En wat zie ik hier? Hier. Rugby. Now we're talking. Nou, dit was sportieve bezigheid en zweet staat op mijn voorhoofd. Maar dit is heftig, man. Mooie sport. We gaan even verder. Geef mee. Neem gewoon die bal mee. Ga mee. Kom dan. Kom. Na al dat sporten heb ik wel zin om even wat te bakken. Ik kom hier binnen voor gebak en ze heeft een vraag. Nou, ik kan niet koken, maar ik ben... Ik ben een bakje gaan maken. Je hebt bakjes gemaakt of ben je gebakjes aan het maken? Oeh, dat ziet er wel heel lekker uit. Dat doe je vaker, of niet? Ja, dat is wel wulsop. Ik ga proberen met mijn natuurlijke kooktalenten om een cakeje in elkaar te flansen. Kijk, ze hebben het hier heel mooi voorbereid voor je. Je hebt blauw met witte stippen en rood met witte stippen. Je hebt hier ook een hagelslag dat gekleurd is. Smarties. En je hebt spekkies. Vertel eens even, was het lekker? Het was heel lekker. Ja, was het ook leuk om te maken? Ja. Zou je dat soort dingen vaker doen thuis? Of doe je het al vaker thuis? Ik doe het niet zo vaak. Nee? Nou, dat... Nou, deze moet sowieso, denk ik... Moet ik hem zo? Zo. Okay. En dan kiezen wat je erop wil. Kiezen wat ik erop wil. Dat lijkt hier nog een beestenbende. Dus we gaan eens even kijken, want ik zie hier beestenbol. Dus een beestenbolbende. Geef die mee. Gaan we even kijken. Hallo? Oh, heel mooi konijntje. Heel erg lief. Is het konijn ligt heel ontspannen. Kijk dan eens wie we daar hebben. Hallo? Hoe heet deze mooie viervoeter? Hij heet Loes. Loes? Ja. Ah, wat een lievetje. Zo leuk, zo leuk. Er zijn een paar beestjes ontsnapt. Ah, kom, kijk eens. Hoe weet jij? Babbel? Dit is Babbel, hoor ik net.
het wordt hier een beetje nat en warm en vochtig. Ik denk dat Babbel een beetje het plas is. Dus ik zet hem gauw weer terug. Dat zijn cavia's. Dat zijn wel grote cavia's. Ja, en die zwarte is droppie en die witte is witje. Ik vind het briljant. Ik vind het echt. Ik had het niet verzonnen. Had je dat niet verzonnen? Nee. Nee? Nee. En die. Dat is een konijn, maar hoe heet dat konijn? Want die is zwart-wit, dus dat wordt dan witte drop. Witte drop. Dat is Dotje. Dotje. Oh, Dotje. Het ziet er ook al uit als een Dotje. We laten iedereen hier maar even rustig genieten van de beestjes. En, veel plezier. Doei, doei. Kom. Ach, je hoort het. We hebben weer niet mooi genoeg, dus we gaan even kijken of we dat wat dan kunnen doen. Beauty laat je verwennen en beauty, huidverzorging en make-up. Wat wil je nog meer? You are so beautiful. Oké, kijk maar een beetje omhoog. Oh, dit is heerlijk. Can't you see? Ja, you are everything that I hoped for when I came to Germany. Kijk maar. You are everything. I'm gonna say it one more time because I mean it. I mean every word. You are so beautiful. Nou, stralende kijkers van het Bergsnel. Ik ben helemaal in de wolken. Ik ben helemaal opgemaakt. Ik ga Henk zoeken, persoonlijk. Ik ga hem slaan. Ik zit hier tussen twee andere mensen die ook make-up op hun gezicht hebben. Ja. Hoe voelt het? Fijn. Ja, hè? Ik sta hier dan voor de spiegel, maar nu ik hier ben, ben ik veel langer bezig met make-up. Ja, omdat je hier ook alle spullen ervoor hebt, hè? Ja. Ja, ze hebben mij ook helemaal ondergepoederd met van alles. Ja. Waar ben jij mee bezig? Hey Tineke, wat vind je ervan? Ik vind het hier heel grandioos gezellig. Ja, dat is ook helemaal fantastisch. Maar je zit met je voetjes in een bad? Ja, een voetenmassage. Dat water, dat trilt? Ja, dat moet ook. Anders gaat het niet goed werken. Nou, dames en heren, ik ben helemaal in de watten gelegd. Ik zie er weer helemaal goed uit, dus ik kan de straat weer op. Of niet. En ik ga op zoek naar Henk, want die gaat je meenemen in het volgende ding. Ik zoek een stukje ontspanning. En ik ga even kijken of ik die ontspanning hier kan vinden bij de yoga. Kom je staan op je mat. Sta je stevig. Stevig, hè? Nou, dan beginnen we. De zon is groot en rond. Voel de warmte op de grond. Straal naar voren, hand voor hand. Voel de warmte in knie en hand. Gaat het? Ja. De zon straalt lang. Gedaan? Hey, en Sanne, wat voor gevoel geeft dit nou? Rust. Heeft het rust? Ja, dat geloof ik wel. Het ademt ook een hele rustige sfeer uit. En is dat prettig? Ja. Ja, hè? Dat is heel fijn. Maar jij geeft yogales. Ja, ik geef yogales op de Zeester. Op de Zeester. En we gaan aankomende najaar in het activiteitenprogramma voor de avonden gaan we ook een pilot starten met yoga. We gaan er gauw vandoor, want ik val bijna in slaap. Oh, zo ontspannen. Gaan jullie mee? Kom. Street dance. Oh, wat tof. We gaan naar binnen. Het is dat jullie het niet kunnen zien, dames en heren, maar de cameraman danst in principe ook gewoon mee. Beweging na beweging.
Nou, jullie zagen het. Ik heb gedanst. Ik ben in de make-up geweest. Ik heb cakejes gebakken. Ik ben op de foto, Henk is op de foto geweest. Laten we hem ook niet vergeten, maar zoveel was hij niet in beeld geweest. Ik vond het een fantastische beleving. En ik ga lekker op de scooter, terug naar huis, door de kou. Ik zie jullie de volgende keer, terug naar de studio.